Yo mens, Jaraskier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe The Last of Us aflevering. We zijn natuurlijk herenigd met Sam en Henry, als ik het goed heb. En ja, dat zijn ook twee overlevenden. We zijn onderweg naar de Fireflies, onderweg naar een radiostation. En we lopen nu in de riolen. Dus we gaan weer door met The Last of Us Remastered. En laten we snel maar weer beginnen. Kom maar op, jongens. Kom maar op, jongen. Kom maar op, jongens. What's up with this? Wat zou met wat? Iemand heeft dit hele ding geschilderd. Oh, we gaan een kasteel binnen. Yay, we gaan een kasteel binnen. Jij mag voorop, Henry. Dat is Henry, dat is Sam, dat is Ellie. Ik ben Joel. Oké, oh, ik moet als eerste binnen. Lekker. Soundtrap. It's a sort of alarm. I don't hear anything. Someone used to live here. Of hij woont er nog steeds. Dat is Ish. Ish, woonde hier. Ish. House rule. Make sure doors are locked. We laten de deur nou net open staan. Dus dat is al de eerste regel die we overbreken. Ask for the password if you don't know the visitor. No shouting and noisy play. Wat zeg je? Run to hiding spot when you hear the alarm. Nou, dit was dus het alarm. Oké. Oeh, nieuwe pistool. Wow, dat ding ziet er sexy uit. Dat is een handshotgun volgens mij. Ja, zie je wel. Dat is een... awesome, man. We hebben weer een nieuw pistooltje, jongens. Nice. Jullie gaan die kant op, dan kijk ik hier eventjes, ja? Even hier kijken of hier nog wat... Gadverdamme, jongen. Shh, quiet. Oh, kut, wacht. Ik moet even terug. Er zitten daar allemaal infecten. Ik ga even... Wacht, jongens, wacht. Want er lag hier nog allemaal stuff. Ik vind het leuk dat jullie mij allemaal achtervolgen. Maar je mag zelf ook wel weten waar je naartoe wil lopen, hoor. Tape, verband en een briefje voor... Het bereik van de explosief is 2,5 keer zo groot. Nice. Dat is awesome. Oké, even kijken wat er allemaal nog ligt hier, hoor. Alles is namelijk welkom. Verband zit vol. Kan ik nog iets maken? Nee, 3 en 3. Oké, dat hebben we niet nodig dan. En hier ligt nog een zakje wiet, maar dit hebben we ook niet nodig. Oké. Aan de kant, jongens. Aan de kant. Oké. We gaan weer verder waar we naartoe moesten. Want ik liep alweer de goede kant op, zoals heel vaak is. Alleen dan vergeet ik allemaal dingen die er nog liggen. Dus flashlight kan aanblijven. Even opladen. En dan moeten we nu kijken voor de infect. Want er lopen hier namelijk een paar. De grote vraag is waar. Oké, hier kunnen we overheen lopen. Motherfucker! Kijk, er komen er nog 3 aan. Nog 3. Dat is wel goed. Wat een kutpistool. Ik had het ding eens al chill. Ik ging hem even uittesten, man. Dat ding. Dat ding is fucking rot. Ik dacht, er komen er toch zombies aan. Hoppatee, die voor je. Zo, ik moest even uittesten. Ik dacht, er komen er toch zombies aan. We kunnen wel eventjes dat pistooltje uit gaan testen. Maar het is echt een kutding, man. Oké, geef maar gewoon de normale weer. Normaal pistooltje, want deze ammo's zijn toch vol. Fuck jou. Oké, die shotgun is dus niet zo chill als ik dacht dat die was. Maar dat kan gebeuren. En, godverdamme. En hier ligt zo te zien ook helemaal niks. Denk ik. Ah, hier zijn ze allemaal dood gegaan, man. Oh, ammo erbij. Nou ja. Alcohol erbij. En een briefje. Even kijken. Even lezen, man. Waarschijnlijk weer van Ish. Hey, Susan. Ik wil je even laten weten dat die regenvangers een briljant idee waren. Nu hoef ik niet meer weg om water te verzamelen. Ik hoop dat je het niet erg vindt, maar ik heb de kinderen waterpistolen gegeven. Ik ben de hele dag al zeiknat. Laat het maar weten. Als je het toch niet wilt, dan pak ik ze af. Ik zie je vanavond bij het eten. Ik moet je wel waarschuwen. Kel maakt zijn speciale gehakt brood. Groetjes, Ish. En Ish, die is waarschijnlijk dood, jongens. Oké, we kunnen weer verder. Kijk die kakkerlakken, man. Dat is echt goor gewoon. Hey, health. Thanks. En tandwieltjes. En deze deur kan open, jongens. Wacht even. Holy shit, ik dacht dat ik iets hoorde, joh. Oké, ik hoorde niks. Die mensen die hier hebben gewoond, die hebben allemaal dingen verzameld, man. Om mee te spelen. Oh, kijk, tandwieltjes. Waarschijnlijk 50 weer. Oh, 10. Ah.
Daar zitten 3 op. Op mijn ding zitten er nog 4. Dus ik pak niet dat houten ding op. Het houten balkje. Oké, ik kom weer aan. Yo, dankjewel voor het wachten. Hallo. Dit loopt dood. En hier onder het ding ligt nog iets. Ik controleer steeds of we niet onder... onder de... trappen iets licht. En nu eindelijk ligt er iets onder de trappen. En we moeten die kant op, ja. Maar misschien kunnen we hier ook wel naartoe, jongens. Yep. Wil je die weer openmaken of zo? Wil je deze weer openmaken? Ik denk het niet. Ik denk dat we beter hier naartoe kunnen, jongens. Yep. Lekker. That was me. I must have triggered some kind of safety gate or something. Henry, see if we can lift this. Ik denk dat dit niet gaat lukken, jongens. So, this is awkward. Yep. Yeah. I know. It's like everything. Clickers. Oh, what? Hey, this thing isn't budging, man. Just go. Get out of here. Sam, you stay close to him. Henry, we gotta fucking move. Gotta fucking move, Henry. Sam, we gotta fucking move! Oh joh, het zijn er 5, gek. Gelukkig zit er een deur tussen. Nu hebben we nergens last van. Maar ja, de anderen daarentegen hebben wel ergens last van. Oké, okay, Sam, kom op. You're gonna be fine. Jij heet Sam, hè? Ja, yeah, I know. Oké, okay, goed zo. Alright, come on, kid. See if we can find a way out of here. Zo, er liggen hier veel tandwieltjes. Oké. Okay. Oké, okay, we zijn weer terug bij de zombies, jongens. Did you see that? Wat? Hoe heb jij me nou weer gehoord, man? Rot is op, man. What the fuck? Jou! Jongens. Dit was niet zo'n goed idee. Eén zombie had me gehoord en nu komen ze allemaal naar me toe, man. Ja, godverdomme, jongen. Jongens, ik ga laat mezelf wel even doodgaan. Dat was helemaal niet een plan, man. Oké, okay, kill jezelf maar even, dankjewel. Want dat gaat niet goed, man, anders. Oké. Okay. We moeten dus rustig aan, want als één zombie me hoort, komen er dus letterlijk gewoon 8-9 aanrennen. Dus even opnieuw. Even poging nummer 2 hier, hoor, want anders gaat het namelijk helemaal niet goed. Oké. Okay. Oké. Okay. Dat is een klikker, daar hebben we geen last van, hoop ik. Shit, man, ik haat die klikkers zo hard, hè. Zulke kutdingen zijn het, echt waar. Oké, okay, hier tandwieltjes. Achteruit, 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 achteruit. Motherfucker! Waarom hoor je me nou? Godverdomme. Kut zo nou weer. Weet je, ik ga het gewoon neerlopen. Ik heb schijt aan. Ik ga het gewoon allemaal killen. Ik heb schijt aan. Ik heb schijt aan jullie allemaal, jongens. Fuck jullie aller fucking maal. Ja, je hoort me goed. Fuck jou. Kom dan. Ik steek jullie allemaal neer, jongen. Oké, okay, nu zijn mijn messen op. Oké, okay, mijn messen zijn op. Oh my god, jongen. Waarom hoorde die hele zombie me? Ik wist dat die er liep en ik ging hem achteruit. Ugh! Ik haat die klikkers zo hard, jongen. Weet je, ik ga mijn shotgun er gewoon bijhouden. Als ze dan komen, dan knal ik ze gewoon af met mijn shotgun. Echt waar. Oké, okay, ja, ik weet dat die daar loopt, ja. Oké, okay, wacht. Dan knallen we die af met mijn crossbow, zoals ik net ook deed. Want die zombie is namelijk geen klikker. En als die me ziet, dan gaat hij fucking veel geluid maken. Oké, okay, dat is 1. Pakken we mijn shotgun er weer bij. Moet even zo'n wapenholster zien te maken. Oké. Okay.
Het is zo verrot, hè? Oh, jongen, ik kan daar niet tegen. Tegen dit soort shit. Wat is er? Waar moet ik naar kijken dan? Hij zei dat ik ergens naar moest kijken, maar ik heb geen flauw idee wat. En geef dit ding maar aan mij. Ja, die wil ik. Geef die aan mij. Dankjewel. Oké, hier nog iets. Dat is om een gereedschapniveau. Dan kan je betere dingen zo meteen van je wapen maken. Alright. Serieus jongens, kon je er nog meer zombies neerzetten, Lester vast of niet? Fucking hell man. Kut, ik heb ook geen steen meer om te gooien. Fuck! Kutzooi. Mijn zaklamp is weer leeg. Want hier liggen ook nog allemaal dingen. Ik moet even een flesje zien te vinden man. Serieus. Maar waar ga je naartoe? Als je die kant op loopt, heb ik geen last van je namelijk. Ik wil even kijken als ik hier naar boven ga, of ik dan ook... of ik dan ook... goed uitkom. Oh, dan kom ik bij dezelfde ruimte. Serieus? Serieus? Ik deed nog eens iets! Hé hey man, fuck deze kutzombies. Even serieus. Ik heb echt scheid aan jullie, jongens. Zonder grap. Ik heb echt scheid aan jullie. Ik ga ze gewoon afknallen. Ik zweer het je. Ik ga ze gewoon afknallen. Kom maar, jongens. Er zitten namelijk... klikkers en... normale zombies tussen. En het punt is, die normale zombies, kijk maar, die kan je gewoon killen. Alleen die klikkers daarentegen, kijk, deze kan je gewoon killen. Zo. Alleen die klikkers niet, man. Die klikkers zijn de irritante zombies hier, oh. Shit, sorry. Oh my god, sla hem neer. Zo. Zo. Oké, ze leeft ook nog, what the fuck, man. Even op de moeilijke manier en even op de kut manier ze killen, want anders gaat het me nooit lukken, man, hier. Fucking hell. Are you kidding me, jongens? Fuck jou. Ik heb het gehad met jullie. Nog één. Kom dan, ik weet dat je hier achter staat. Kom. Fuck off. Kut, kut, zombie. Oké. Dit was echt niet de bedoeling hoor, maar... ik wist even niet hoe ik het anders moest doen. Want sommige van de zombies zien je, en dat zijn de normale, of de infected bedoel ik. Sommige van de infected die zien je, en dat zijn de normale infected. Alleen de klikkers, die zie je natuurlijk niet. Alleen op het moment dat die ene infected je zien, komen de klikkers vanzelf achter je aan. Infected. En... dat is dus nou net het probleem gewoon. En volgens mij heb ik zo goed als iedereen hier al gekild. Ja, dan staat er nog één achter, maar daar heb ik waarschijnlijk geen last meer van. Dus holy shit man, het was niet de bedoeling dit, maar ja, schijt daar aan. Oké. Jongen, we kunnen weer, maat. Oh, shit, hé. Move it. Hehe. Klimmen, jongen. Goed zo, net zoals Ellie. Oh, dat was echt niet de bedoeling hier, maar ja. Shit happens, we hebben het overleefd. Ik heb ongeveer 8 kogels op de stof geschoten. Dus schijt in die 8 kogels, we gaan gewoon weer verder. Ik hoop niet dat het zo door blijft gaan, want we moeten natuurlijk niet de hele tijd iedereen allemaal killen. Dan heb ik zo meteen namelijk geen ammo meer. Ik hoor Ellie. Ellie. Ik hoorde Ellie, maar ik zie er alleen niet. Uh-oh. Ik heb een filmpje. Ellie schiet. Rennen, jongens. Jongens, rennen. Oké, we gaan rennen. Ik ga rennen. Ik kom achter jullie aan.
Ren, 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 ren. Niet achter je kijken, niet achter je kijken. Gewoon doorrennen. Doe die deur dicht. Oké, okay, let's go. Ellie, get away from the door. Get away from the door. Doe die deur open, jongens. Yo, 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 kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Fucking hell. Vierkantje, kom op. Beuk de deur in. Kom op. Beuk hem, beuk hem, beuk hem. Sam! He just broke through. He what? Sam, what the hell are you doing? Nee. Go, 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 go. Ik heb volgens mij iets gemist daar, hoor, jongen, maar schijt daaraan. Waarom doet die lift het niet meer? Als die lift het nou van deed, dan was het veel beter geweest. Klimmen, jongens. Oh, we moeten hier vallen, oké. Okay. Shit, sorry. Shotgun ammo, dat had ik net nodig, want ik heb net al mijn shotgun ammo namelijk verspild. Open it from the other side. Make it fast. Come on, we gaan er aankomen. Mijn spijkbom ligt er, dus laat ze maar komen. I'll be fine. Laat ze maar komen, laat ze maar komen, laat ze maar komen. Ik heb al een honkbak knuppel. Ja, blijf hier maar staan, vriend. Ik heb al een bommetje gegooid. Laat ze maar komen. Jip, dat was mijn spijkerbom. Laat ze komen nu. Ja, die heb ik. Kijk, ik heb een nieuwe molotov, maat. Oh, kut, dat zijn klikkers. Oh, fuck, ze staan nog in de hens. Oh, dit is een klikker. Fucking hell, die had ik niet verwacht. Oh, jongens toch. Jongens toch. Ik moet even gaan schieten hier, want anders komt het niet goed. Oh, kut, hij schiet niet. Hij is aan het reloaden in mijn vol. Hey, maar je moet schieten in plaats van reloaden. Oh my god. Hij ging opeens lopen reloaden, man. Oh shit, dat was mijn eigen schuld natuurlijk. Maar ja, weet je. Maakt niet uit, ik heb het overleefd. Oké, maat, wacht even hier, hoor. Ja, wacht, wacht, wacht. Ze komen toch niet meer. Ik heb ze allemaal vermoord. Ik wil even mezelf healen, want er ligt hier namelijk shit dat ik weer een nieuw medikit kan maken. Oh, kut. Ik heb hem losgelaten. Wacht even, maat. Het is wel veilig, denk ik. Doors open! Go! Ja, wacht! Goed, heb eens geduld, man. Even serieus. Zo. Zo, oké. Okay, ik kom eraan. Oh. Kom eraan, vriend. Hier. Move! Go, go! Hé. Daar ging mijn ammo, dat weet ik wel. Fresh air. Look at this. Oh, are you fucking kidding me? Infected inside, do not open. Dat je aan de andere kant moet hangen, jongens. We're close. Come on, let's go. Ik heb een beetje wat ammo verspild hier, hoor, jongens. Ik hoop dat ik weer ammo kan vinden. Hé, hé. Hey. How you doing, little man? That was a close one, huh? Yeah. Not one of our finest ones, but we made it out. Yeah. Nou, jongens, we zijn weer buiten. Nergens last meer van. We hebben de klikkers weer overleefd. De irritante klote infected. En we gaan weer verder. Look at that. Oh, daar is de radiotoren. Je kan hem eruit zien. Jongens, waar gaan jullie naartoe? Business as usual, right? When I was with Henry, I took out a couple of infected by myself. Proud. Yeah. Wie bewaart zijn schade daarbovenop, man? What the fuck? It's pretty intense back there, huh? Yep. Oh, yeah. Totally. How did you two end up together? Oh, right. Lover and wife, Marlene, and I've been freaking with
zit het ding aan mij te vragen, maar ik ben... Oh, ze zijn er al, hallo. Volgen jullie altijd mij overal naartoe, of niet? Dat je me achtervolgen hier, oh, hè? Hé, jongens? Ik heb jullie wel door. Oké, kom maar. Ik moet even alle huisjes doorzoeken, want ik heb namelijk weer ammo nodig, zoals jullie denk ik zelf ook wel weten. Dat zal wel handig zijn. Oh, kijk eens aan. Allemaal spulletjes. En, oeh. Oh, wacht, volgens mij was ik hier net... Ja, hier was ik net in. Lol. Ik had die hele trap niet gezien, joh. Oké, okay, dan gaan we weer naar beneden. Hoppatee. Tadaa. Oké, okay, daar spring ik maar niet naar beneden, want dat gaat denk ik niet goed. Ik hoor een hond blaffen, man. Oh, doggies. Doggies, jawel. Stay away from those. It's not like it is in the zone. These are wild. Die hondjes laat ik maar even zitten. En hier staat een workbench. Oké, dan kunnen we eindelijk eventjes een wapenholster erbij maken. Want dat hadden jullie in de comments achtergelaten. Dus dat kunnen we wel even doen. Een wapen met een lange loop, dat is denk ik het handigste. Dus die maken we wel eventjes bij. Zo, en dan hebben we nog genoeg dingen over om nog iets anders te kunnen upgraden. Welk wapen gebruik ik het meest? De shotgun gebruik ik eigenlijk het meest. En daarnaast natuurlijk het pistooltje. Dus ik upgrade de shotgun even naar bereik. Dat is natuurlijk heel erg handig, want dan kan je verder schieten. Herlaadsnelheid, dat is ja, niet echt nodig. Vuursnelheid vind ik ook niet echt nodig. Capaciteit clip daarentegen is wel handig. Terugslag, dat boeit me echt in ene zak. Dan hebben we nog 100 van die dingen over. Crossbow, kunnen we alleen de herlaadsnelheid nog doen. Dat is voor mij, ja, de ding reload voor mij is snel genoeg. Ik upgrade die nog wel eventjes. En dan hebben we nog 70 over. En dit ding gebruik ik eigenlijk. Dit ding ga ik denk ook gewoon niet gebruiken, maar... Als ik hem dan ga gebruiken, heb ik liever dat de spreiding wat minder wordt. En het bereik dus wat groter wordt. Oké, en de rest bewaar ik wel. Voor als we de volgende workbench tegenkomen, zodat we genoeg puntjes hebben. Ja, ik bewaar de rest van mijn 50 tandfieldjes wel. Oké, we kunnen weer door, jongens. Nog even hier kijken, laatste huisje. En dan gaan we dan langs die honden, want ik denk dat we daar namelijk naartoe moeten. Wat alcohol, nog een schaartje, dankjewel. Of moeten we hier naartoe, joh? Hier nog meer tandwieltjes. Nu heb ik er 54. Je zit de goede kant waar we naartoe moeten. Oh, ik denk dat we hier naartoe moeten, mensen. Dan ga ik hem hierbij afsluiten. We gaan natuurlijk volgende aflevering gewoon weer door waar we gebleven waren. En als het goed is, komt hij morgen gewoon online voor jullie. Dus als jullie hebben een grote ram op die like-knop. En ik hoop jullie ook weer te zien bij natuurlijk de volgende aflevering. Bye bye, mensen.